Admiraal Greg Stephen Fowler van de Verenigde Staten van Amerika heeft woensdag een eendags werkbezoek aan Suriname gebracht. Hij bezocht de minister van Defensie en de legerleiding in het kader van de defensiesamenwerking tussen de twee landen. De samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten op het gebied van defensie heeft als doel om de veiligheid in Suriname, maar ook in de regio, te waarborgen. Volgens Fowler wordt Suriname als een trotse en gewaardeerde veiligheidspartner gezien. Our discussions illuminated numerous areas of opportunity for greater cooperation, including countering transnational threats, information sharing, disaster relief operations, as well as military and security cooperation building. As I reflect on our meeting, I am reminded of the ties our countries share. In the United States, Suriname is considered an enduring partner, one with whom we share many defining values like democracy, respect for the rule of law, human rights, and a commitment to protecting the security of our shared neighborhood here in the Western Hemisphere. Minister Krishnamathura van Defensie stelt het op prijs dat de admiraal persoonlijk een bezoek heeft gebracht aan Suriname. Ze is vooral blij met de ondersteuning bij de capaciteitsversterking van het leger. We hebben verder deze gelegenheid, dit bezoek, aangegrepen om onze prioriteiten te bespreken en onze uitdagingen op het gebied van veiligheid. We hebben ook gevraagd om de defensiesamenwerking uit te breiden. En onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn versterken van capaciteit van het Nationaal Leger en de Defensieorganisatie, ondersteuning in sterk leiderschap, de empowerment van vrouwen en hun gelijke mogelijkheden geven om de topfuncties binnen het Nationaal Leger te bekleden. Verder is aan de orde gekomen overeenkomsten die al getekend zijn en die we verder moeten implementeren. En dat is de maritieme overeenkomst tussen Suriname en Amerika. Daar moeten we meer inhoud gaan geven en we moeten concrete acties gaan plannen en uitvoeren om daadwerkelijk die veiligheid teweeg te brengen. Verder hebben we ook besproken de State Partnership Agreement. We hebben een samenwerking met de staat Dakota en daar zijn er al heel veel uitwisselingen geweest. En dat moeten we verder gaan implementeren en concrete acties uit gaan zetten. Minister Krishnamathura van Defensie. Zij sprak over het bezoek van admiraal Greg Stephen Fowler van de Verenigde Staten. Suriname en de Verenigde Staten zullen de samenwerking op het gebied van defensie intensiveren.